Luxiaan, Blasjik, ook hier present. En Kruszewski is een vaste waarde in het Poolse team. We zijn hier opgestart met de eerste game. Kruszewski serveert de finale van de Dutch Open hier in Rotterdam. Ja, wat zijn de sterke punten van Timo Boll? Ja, de man die speelt niet spectaculair hard. Ik zou zeggen van wat er echt uitspreekt, dat is zijn backhand. Hoewel, dat hier even logenstraf, die opmerking. Prachtig opgebouwd punt. Boll heeft verder een prima oog, handcoördinatie. Ziet het spel goed. En over het algemeen beschikt hij over een tweezijdig goed gesloten blok. En dat is met name met die nieuw geïntroduceerde grotere bal, is dat geen nadeel. Kruszewski beschikt met name, als hij mag serveren, over een behoorlijk powerplay. Dat met name met de voorhand. Een geluksballetje voor Kruszewski. Een 4 gelijk. Spinde over, maar de bal kwam op het randje. Een hele specifieke servicehouding, hè, van Kruszewski. Ja, hij probeert het goed te maskeren. Het is een vrij lange speler die voor die service ongeluk in elkaar moet duiken. Elleboog ervoor. Lichaam ervoor. Lastig te zien. Als je die bal dan niet goed retourneert, dan krijg je nou problemen met die voorhand van die Boll. 7-4. Maar op service van de tegenstander vind ik hem nou niet bepaald tot de uitblinkers behoren. Je krijgt mogelijkheden genoeg om tegen deze man je spel op tafel te leggen. 5-7. Kruszewski. Eight, six, seven. Goeie flip op de service van Boll. Het is voor Kruszewski te hopen dat hij onder deze druk een beetje relaxed kan blijven. Ja, een open toernooi winnen. Dat heeft hij nog nooit gedaan. Hij zou ook een enorme sprong gaan maken. Hij staat op dit moment 62ste. Maar zou wel eens een keertje tussen de 30 en de 35ste stek kunnen gaan staan. In die regionen zijn de verschillen trouwens sowieso minimaal. Dat gaf hier in Rotterdam aan de meeste deelnemers goede kansen om eens een keer flink aan de bel te trekken. Kruszewski kan, als hij verkrampt, niet terugvallen op een natuurlijke souplesse. Sowieso al een wat stijve slagarm, waar niet de meest creatieve acties mee geproduceerd worden. 9-10. En als die slagarm dan nog wat extra verkrampt, dan zou je ook eens heel gemakkelijk problemen kunnen krijgen. Bijvoorbeeld met de service van deze Timo Boll. Panel. Problemen met het blok. 10 gelijk. Voorhand van Boll is niet al te hard. Een beetje zuigende voorhand. Prachtig geanticipeerd door Timo Boll. Het elleboog gespeeld, maar toch goed het stapje opzij gedaan.
om zijn voorhand in te kunnen zetten. Krzyzewski kwam goed in met die voorhand. En wel een goed blok. Ball trekt. Voorhand spin. Eerste spin vaak langzaam aan om daarna te kunnen versnellen. Oh lala. 11-12. Set point voor de pole. Ja, prima. 13-11. First game. Gereageerd door de pole en een overspinbal. En de eerste game gaat naar Krzyzewski. De eerste game gaat met 13-11 naar Thomas Krzyzewski. Een goede serie gemaakt hoor, die Krzyzewski. De eerste ronde was het 4-0 winst op de Rus Smirjev. En die kan toch ook wel eens een keertje goed uit de verre bal. Ja. Als je het niet goed ziet, dat is lastig en blijft lastig tegen Krzyzewski. Je retourneert iets te zacht, waardoor je te veel tijd krijgt. Game point. En ja hoor, weer op het midden. Voor de zoveelste keer. Het is nog heel verrassend, hier 3-1 voor Krzyzewski. En nog geen reden voor paniek, want de Thomas score ligt dicht bij elkaar. De vierde game met 11-9 en komt op een 3-1 voorsprong. Ik vind het toch wel verrassend, moet ik zeggen. Paul die trekt de lijn van de afgelopen dagen rustig door. Niks wijst op stress, terwijl hij toch de drempel van het grootste succes uit zijn carrière staat. Ja, bij de Open Duitse was het natuurlijk Blasic die zo goed presteerde. Wordt in de halve finale toen uitgeschakeld door Werner Schlager, de Oostenrijker. Dat was ook al een prima prestatie. Dus er zit wel duidelijk een stijgende lijn in. Ook in het dubbelspel. Je kunt zeggen, die Polen die profiteren maximaal van de aanwezigheid van de wereldtoppers uit China en Korea. Koreanen zijn hier trouwens wel vertegenwoordigd, maar zonder hun kopman Kim Tae-soo. Sterkste Zweden zijn hier ook niet. Primorac meldde zich geblesseerd af met een schouderblessure. Maar reisde een paar dagen later alweer af voor exhibities in Japan. Dus ja. Hoe serieus we die blessure van Primorac moeten nemen, zou ik niet weten, maar ik waag te betwijfelen. One love. Maar goed, laten we ons concentreren op deze strijd. Vijfde game. Thomas Krzyzewski serveert. Hij heeft een 3-1 voorsprong. Dat betekent dat hij nog één gamepje nodig heeft. 1-0. En de speler best of 7 hier. Kortom. Voor Timo Boll is het nu 2-12. Mooie korte rally. Dat is heel lastig hoor, moet je heel veel gevoel hebben. Ja, vooral om laag te kunnen Kijk, houden. Dit. Hup, instappen, oh, netballetje er tussendoor. Ja, en hier baalt Timo Boll van. Hij laat de backhand hem toch weer even in de steek. Echt veel spectaculaire service krijgen we niet meer te zien nu er nog maar 2 keer geserveerd mag worden. Ik vind dat de servicepatronen wat zijn vervlakt door die regel. Het is eigenlijk net als bij het voetballen, hè? Je kunt geen risico meer nemen. Nee, dat is jammer, waardoor je wat minder verschil in spelpatronen krijgt te zien. Echte traditionele tafeltennis denken wordt er toch wat door geblokkeerd. Het bol 4-2. Je hebt ook wel eerder aangegeven dat het toch wel allemaal in het voordeel is van de jeugd. Ja, en mensen die beginnen. En de tweede gaat niet duren, krijgt wat meer kans. Vooral.
Ook door deze korte blitzgamepjes. Alhoewel, aan het eind van de rit zien we toch vaak dat de sterkste het toch wel weer heeft gewonnen. Zeker zometeen als die service ook weer verandert, dan zal het toch wel problematisch worden voor heel veel mensen. Als je jarenlang altijd zo geserveerd hebt. Automatisme, tweede natuur, wordt aangetast. Balmer heeft aangekondigd dat hij dat niet meer trekt, dat hij er dan mee ophoudt. 4-6. Bol. Time-out. Nou, de time-out aangevraagd. En wederom het armetierige kaartje. Ja, wat zou er nou gebeuren als je dat kaartje niet op die tafel legt? Ja. Ik maak even van deze time-out gebruik om je erop attent te maken dat Rudok Sports en Events in samenwerking met NTTB 9 en 10 februari aanstaan, dus in 2002, hier in het topsportcentrum de Europese top 12 organiseert. Nou, dat is nog wel leuke informatie hier, dus voor de met name Nederlandse kijker. Ja, laten we hopen dat er wat meer publiek op afkomt dan hier bij deze Dutch Open. De publieke belangstelling Viel tegen. Is hier toch hard tegengevallen. Misschien heeft er iets mee te maken dat het evenement op het laatste moment werd overgenomen van Frankrijk. Vier, zes. Vijf, zes. Er zat heel veel in, zeg. Er was ook wat meer naar de backhand getrokken van Krzyzewski, die service. Six all. Prima time-out geweest. Ja, hier functioneerde de backhand opening van Bol optimaal. Net. Verrassend. Opeens diep achter op de tafel gespeeld met veel topspin. Ja, dat is wat ik zo pas bedoelde. Dat zien we weinig. 7-6. Goed, het resulteert toch in een wat zwakkere korte return van Bol op de volgende service. Hier weer passief geretourneerd. Ja, dat kan die wel hoor. Blokken met de backhand. Mooi gespeeld. Bol. Dus in ieder geval Krzyzewski in deze rally duidelijk geworden dat je niet te lang op die backhand van Bol moet blijven. Serve voor de Duitser nu. Ja hoor. 7-9. Je wilde in de wedstrijd blijven. Tot hij deze game moeten winnen. 7-9. Thomas Krzyzewski aan service. Ja, weer prima achterop. 8-9. Ah, dit is toch altijd lastig. Moet je toch rekening mee gaan houden. Ietsje meer ruimte maken misschien. Dan is die volgende service weer problematisch. Nijdel. Net randje helpt de Pool even mee, maar in principe bereikte de Pool zijn doel met die lange service. A, scoorde hij ermee. B, dwong hij de Duitser tot passiviteit op de volgende service. Om vervolgens met die voorhand weer genadeloos uit te halen. 9 gelijk. Maximale druk nu op de service van Bol. Ah, is prima gespeeld. Prima spreiding met die backhand. Goede combinatie weer ingezet door die zwaar geladen voorhand topspin. Niet te hard. Daardoor creëert hij die tijd voor die versnelling. Ja, is toch ook weer goed gespeeld hoor. Heel scherp met die backhand. Ja, die Pool. Alles behalve onder de indruk.
13 gelijk. Dan krijgen we hier matchpoint. Krijgen we hier 17 jaar na dato een, wederom een Poolse kampioen bij de Dutch Open, Jan. Dat begint er nu naar uit te zien. En ik moet zeggen, ik gun het die Krzyzewski ook wel. Sympathieke, rustige man. Geen capsones. Ja hoor. Het is Tomasz Krzyzewski die hier heel verrassend de Dutch Open wint door in de finale met 4-1 van Timo Boll te winnen. Door deze game met 12-10 te winnen. Ja, het opvallend is dat die Krzyzewski nauwelijks uit zijn dak gaat. Maar neem maar aan dat hij een gelukkig man is. Oké, Jan, wij gaan er vandaag weer uit. Bedankt voor je bijdrage en u natuurlijk bedankt voor het kijken en tot ziens bij Sport 1. En natuurlijk ook uw applaus voor de runner-up. Het is voor het eerst